www.deboodschap.today. Turkse handelsdelegatie toont belangstelling voor woningbouwbeleid. De Turkse handelsdelegatie, die momenteel in Suriname vertoeft, heeft ook interesse getoond voor het woningbouwbeleid van de regering. Zo zijn er bezoeken afgelegd en gesprekken gevoerd met minister André Misikaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, de Surinaamse Postspaarbank, de Finabank en de Hakeringbank. Dit in het kader van kennismaking en het bespreken van verschillende financieringsmodellen. Ook is er een ontmoeting geweest met het bestuur van City of Para, waarbij interesse is getoond voor dit woningbouwproject. Na intensieve onderhandelingen is door beide partijen een Memorandum of Understanding getekend. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.